Deze keer gaat het over mijn werkwijze. En dat kan jou, denk ik, ook wel heel erg goed gaan helpen. Welkom sterke broeders bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we het eens een beetje over een andere boeg gooien. Ik ga een vlog bijhouden. Ik weet niet hoe vaak ik dit ga doen, maar ik zal het proberen één keer in de week te doen. Informatieve video's knal ik er ook lekker uit. Die gaan we ook één keer per week doen. En dit is een beetje om een beetje mij en wat achtergrondinformatie over Total Strength te leren kennen. En ja, we gaan gewoon eens even kijken hoe zich dat dit manifesteert. En als jullie vragen hebben uiteraard, stel ze gerust. Wat ik in deze video wil doen, is twee dingen. Nummer 1, ik ga wat nieuw materiaal laten zien, zodat jullie een beetje een update hebben. En nummer 2, ik vertel een beetje wat over Total Strength. En deze keer gaat het over mijn werkwijze. En dat kan jou, denk ik, ook wel heel erg goed gaan helpen. Ik krijg hier veel mensen over de vloer. De een wil 20 kilo afvallen, de ander wil 10 kilo spiermassa aankomen. De ander heeft een knieblessure waar hij van af wil. De ander heeft rugklachten, et cetera. Noem maar op. Iedereen heeft wel iets. Ieder mens is anders. Ieder mens is uniek. En dat is gewoon ja, het mooie aan dit beroep. Dat is gewoon echt fantastisch. Dat je continu andere mensen over de vloer krijgt. En continu, zoals ik het altijd noem, eigenlijk een nieuw project over de vloer krijgt. Ik heb natuurlijk wel een werkwijze. Het is niet voor iedereen hetzelfde, maar het is wel een template om het zo maar te noemen. En die werkwijze die bestaat uit 5 fases. En dat vind ik dat meerdere mensen dit zouden moeten toepassen in plaats van alleen maar bodybuilden of alleen maar powerliften. Ik wil, als iemand hier komt, wil ik dat hij total strength bereikt. Dus ik wil niet, als een klant naar mij toekomt en zegt, Raymond, ik wil 20 kilo afvallen, zeg ik, gaan we doen, gaan we regelen. Maar dan wil ik niet dat die persoon alleen maar afvalt. Ik wil daar een atleet van maken. Die persoon zelf ziet dat waarschijnlijk nog niet in. Want dat is nog een stap te ver. Dus ik begin gewoon rustig, alles gecontroleerd. Dat is de reden dat ik met 5 fases werk. Fase nummer 1 is spieruithoudingsvermogen. Als ik iemand, laat zeggen een klant van, noem maar wat geks, 150 kilo. En die laat ik een squat uitvoeren. Hij gaat staan, hij squat een paar keer naar beneden. Als ik dat van iemand van 150 kilo laat doen, die bijvoorbeeld 10 jaar niet heeft gesport, kan 6 keer kan al voldoende zijn. Dat is meer dan genoeg met alleen lichaamsgewicht. Dan is die al gebroken, dan is die op. Dat is veel gevraagd van zo'n persoon. Dus ik wil dat die minimaal 12, 13, 14, 20 herhalingen kan maken, zodat we een basis hebben om van te werken. Dat noemen we dus spieruithoudingsvermogen. Ik wil die spieren een beetje wakker schudden, nieuw bloed toevoeren naartoe aanleggen en nieuwe bloedvaten, nieuwe haarvaten aanleggen, excuses. En dan wil ik een beetje een basisconditie met zo iemand creëren. Dus ja, hij moet bijvoorbeeld een paar keer kunnen springen, een paar keer lunges kunnen doen. Afhankelijk natuurlijk, iemand van 150 kilo laat je niet springen. Maar bijvoorbeeld wel wat lunges of langzamerhand squatten, dat hij een beetje een basisconditie heeft. Dat is fase 1. Fase 2 is stabiliteit. Stel je voor, iemand squat. En jullie hebben het vast wel eens een keer meegemaakt, het je eigen squat. Zeker als die te zwaar is. Als iemand squat, je gaat op squatbreedte staan, tenen gaan wat naar buiten, knieën gaan over je tenen heen en je squat omhoog. Iemand die nog nooit heeft gesquat, die squat 9 van de 10 keer met de knieën naar binnen. Als we dit een paar keer op deze manier aan het doen zijn, dan verkloot je vanzelfsprekend je knieën, je lichaam. Dat moeten we niet hebben. Ik wil dat iemand stabiel genoeg is om die knieën naar de buitenkant te kunnen laten wijzen, lekker over je tenen heen te laten wijzen. En buiten dat die persoon stabiel is, wil ik dat hij lichaamscontrole krijgt. En dat vind ik iets wat heel veel mensen niet hebben. Zelfs al heb ik hier bodybuilders over de vloer die al 5 jaar aan het bodybuilden zijn. Ik noem maar wat geks. Ik heb wielrenners. Als ik aan hun vraag, span je rechterbeen eens aan, span je linker hamstrings aan. Ze krijgen het heel vaak niet voor elkaar. Dus de eerste 2 fases, spieruithoudingsvermogen en stabiliteit, is eigenlijk een fase wat een beetje overkoepelend is. En dat noem ik lichaamsactivatie, spieractivatie. Ik ga dus heel veel oefeningen doen waar ik gewoon rustig beweeg. Veel herhalingen. Laat maar eens even voelen hoe je een bil echt gewoon compleet, hoe die glute gewoon
compleet verzuurd kan raken. Hoe je bijvoorbeeld je schouder, je latissimus gewoon helemaal verzuurd kan raken. Dat is iets wat veel mensen niet kunnen, vind ik belangrijk. En daar begin ik dan bij de 9 van de 10 klanten begin ik daarmee. De ene pakt dat binnen 4 weken op, de andere doet er 2 maandjes over. Afhankelijk natuurlijk van hoe vaak iemand hier traint. Fase nummer 3, spiermassa. Spiermassa spreekt voor zich, de lekkere hypertrofiefase zoals jullie waarschijnlijk allemaal aan het doen zijn. Zijn jullie wel bekend mee? Dat is natuurlijk belangrijk om er beter uit te zien en zeker om af te vallen of natuurlijk spiermassa te kweken. Dan heb ik nog een 4e fase, dat is kracht. Bij mij gaat het iets anders aan toe. Ik ben natuurlijk powerliften, vind ik fantastisch. Buiten dat vind ik strongman ook leuk. Ik heb hier net 2 dames lopen hier net weg. Die hebben lekker met het bierfus getraind. Daar heb ik een lichte, een zwaardere variant van. Op de achtergrond, daar liggen Atlas Stones. Heerlijk, lekker gewoon even lekker rammen, even lekker beuken. Maar dan moeten we dus wel, eer wij aan die oefeningen beginnen, een goede stabiliteit hebben. Een beetje goed spieruithoudingsvermogen en sowieso ook een beetje een normaal uithoudingsvermogen. Want als ik jou die 50 of 85 kilo bal aan het begin van deze baan laat optillen en daarin laat lopen, hebben we een goede conditie nodig. En als laatste is explosiviteit. Dat is fase 5. Ik laat mensen duiken, springen, wenden, keren, snatches, cleans, push-up met claps, box jumps, ik noem hem wat op. Explosieve oefeningen. En naast dat dus iemand afvalt, word je atletisch. En dat noem ik total strength. Ik ben ook van mening dat wanneer iemand deadlift, je bijvoorbeeld lekker, ik noem maar wat, je eigen lichaamsgewicht voor het eerst van de grond afteelt. Hebben jullie waarschijnlijk allemaal wel eens meegemaakt. Misschien 2 keer je lichaamsgewicht of zelfs 3 keer. Geef gewoon een lekker gevoel dat je weet, weet je, ik kan dit. Rammen, beuken, zelfvertrouwen, kweken. Ik weet niet of jullie wel eens een atlassteen hebben opgetild. Waarschijnlijk 80% van de kijkers niet, gok ik. Zo'n ding optilt, het is gewoon een gevecht, een worsteling. Ding erop. Fantastisch. Mindset. Belangrijke mindset. Je kan het, je wil het, je weet waar je mee bezig bent, je doet het. In combinatie met 5 fases, total strength. Dat is mijn werkwijze, dat wou ik even kwijt. Als laatste ga ik het ook even hierover hebben. Fantastisch. Ik heb met mijn niet zo slimme hasses. Vorige week was ik overhead presses aan het doen. Met een, even kijken, met een kilo of 70. En ik weet ook wel dat dit niet kan. Ik weet dat die schijven daar niet voor gemaakt zijn. Maar zoals jullie zien zijn die behoorlijk krom. Dus ik heb mooi 2 nieuwe setjes gekocht. Heerlijk. En als laatste hebben wij deze jongen hier. Mooi materiaal. Dit is een lekkere slambal. Heerlijk. 35 kilo's. Behalve dat je natuurlijk dat een goede vervanging is voor de Atlas Stones die jullie daarachter zien. Voor dames is 35 kilo echt een worsteling. Dat is gewoon goed. Voor sommige mannen ook nog wel. Eigenlijk een van de beste aankopen ooit. Ik moet zeggen dat, ja, ik had niet verwacht dat ik daar zo blij mee zou zijn. Hij is, zo'n dingetje is nog redelijk aan de prijs. Dus ik zit eerst te denken van, nou, is dat het geld zo waard? Beste aanschaf ooit. Misschien dat ik in de toekomst nog een 50 en een 70 kilo koop. Behalve dat je natuurlijk een load kan doen, een stone lift, kan er ook meerdere oefeningen mee doen zoals je mij hier nu voor ziet doen. Over schouder gooien, overhead presses. Je kan er simpelweg mee lopen, je kan er van alles mee doen. Fantastisch stukje materiaal dus, heel interessant. Als jullie nog vragen hebben, een andere vlog, iets willen zien, ik vertel graag wat meer informatie en een beetje achtergrondinformatie. Zoals ik zei over Total Strength. Ignite your fire and grow stronger.